Ja, een speciale dag. Ja. Ik waardeer het dat ik dat beleef. We hebben 40 jaar hebben Jan en ik tegen elkaar gezeild. Een goede zeiler en we hadden wel respect voor hem als zeiler natuurlijk. Van deze man heb ik eigenlijk het regenboogzeilen geleerd. Ja, ja. Nou ja. De kneepjes. Hey. En je hebt ze goed onthouden. Ja, nou, zeker. Ik kan ze nog noemen hoor. Ik kan ze nog noemen. Maar ik weet ook nog wel wanneer ik jou eens een paar keer te pakken heb genomen. Dat weet ik ook nog wel. Ja, dat is wel 3 keer gebeurd, Harry. Maar officieel stop ik ermee. Kijk, als er geluiden over het water beginnen te gaan, Jan van Staveren hoort niet meer in een boot, dan moet je stoppen. Dat woord is gevallen. En dat deed een beetje pijn. Bert, dit is Bert's boot, Bert's van Jezus boot. Bert heeft hier zijn laatste wedstrijd ingevaren. En dan gaat Jan ook hier zijn laatste wedstrijd in varen. Dat is natuurlijk fantastisch. Ik ben pas eigenlijk begonnen met een jaar of 18. Ik had van mijn vader een Sharpie gekregen. Ik heb 5 jaar niet anders dan op mijn meter gehad. Want ik heb nooit in die 5 jaar bij de eerste 5 gezeten in het eindklassement. Nooit. Ik mocht een keer de boot van Bouw van Wijk lenen. Toen bleek in ene dat ik beter kon zeilen, want ik zeilde de kranen eraf. En dat was wel cruciaal toen. En toen heeft mijn vader een andere Sharpie voor me gekocht. En toen werd ik gelijk in 58 voor de eerste keer kampioen. Toen ben ik nog een keer kampioen geworden in 60. En toen kreeg ik een boot van het verbond, een FD. En daar heb ik een fantastische periode in gehad. Met Henk Kraan als bemanning. Super. Ik had een keer afgesproken met een man van een star. En die zeilde mee op Sneek. En uiteindelijk vroeg hij aan het eind van de Sneekweek of ik een keer in zijn star wilde zeilen. Ik zei, dat wil ik wel. Ja. En toen belde hij me in oktober op en zegt, nou, we hebben een weekend te zeilen op de Meunenzee. We gingen naar de eerste start en toen zegt hij, het kan nooit goed komen, want alles zit bij het startschip. Ik zei, nou, mooier kan niet. En we waren met 3 boten bij de pin en die startlijn was ongeveer een paar 100 meter. Ik zeg, we gaan hier starten en dan zeilen we 50 of 100 meter en dan gaan we overstag. En dan zien we wel hoe het ligt. Ja, en we waren 1 aan de eerste ton en we zijn het gebleven ook. Ik zat s'avonds daar aan een colaatje en er komt een meneer naast me zitten en die zegt, die zei zijn naam. Achteraf was het meneer Nixdorf, maar ik had het maar half verstaan. En die meneer Nixdorf, dat was van de computers en dat was een hele rijke man. Hele rijke man. Die kon 1800 miljoen D-mark voor de helft van zijn aandelen krijgen. Dan ben je geen kleine jongen. Die wilde graag dat ik voor de Duitse ploeg ging varen. Ik hoefde geen zorgen meer te hebben over financiële toestanden. Maar ja, dan ga je denken. En wat doet Jan? Die gaat 's maandags weer in zijn laarzen staan en slaat het aanbod af. Achteraf had ik het misschien beter kunnen doen, maar goed. Maar het leven loopt zoals het loopt. Het is niet anders. Ik heb een keer met de zoon van Martin Heineken gezeild. En dat is zelf een goede zeiler, die jongen. Een hele goede. Die zegt na afloop, had tegen zijn vader gezegd, ik heb nog nooit met iemand gezeild die zo geconcentreerd zeilt. Martin heeft ook een kampioenschap meer dan ik. Of tenminste een zeiltitel meer dan ik. Ja. Daar heb ik geen moeite mee hoor. Ik hoef niet de beste te zijn. Nee. Ik ben rijk tevreden met wat ik gepresteerd heb.